Leuk dat u vandaag weer kijkt. Ik heb vandaag iets anders gedaan als dat ik feitelijk beloofd had. Ik zou feitelijk met alcohol in gaan werken. Maar ik had in één keer zin om een leuk doosje te maken, omdat kerst eraan komt, Sinterklaas komt eraan. En het is altijd leuk als je een paar cadeautjes in huis hebt om te geven. Ik heb dit keer dit doosje gemaakt. Ik heb gebruik gemaakt van het chipboard, omdat ik gewoon vind dat dat veel steviger is als cardstock. Ik heb het ook bewerkt met boekbindersleer, dus het blijft altijd netjes. De dazen die ik hiervoor heb gebruikt is de thee en theekopje van Tonic Studio. Die zijn gewoon bij ons verkrijgbaar. Ze zijn zo leuk om mee te werken. Ik heb hem ingevuld met deze. Sprinkle van Picture Fans. Een nieuw merk wat we sinds kort in onze collectie hebben. En ze doen het heel leuk in dit albumpje. Nou, dit albumpje is gewoon zo. Van achter ook. Ik kan hem ook nog voor de rest helemaal bewerken. En als we hem openmaken, dan zien we een paar theezakjes en een lekker stukje chocola. Leuk om te geven, leuk om te krijgen. En de pakketjes zijn te koop bij ons in de webwinkel. Nou, ik hoop dat u het weer leuk vond. Ik hoor graag reactie van u. En tot morgen weer. Groetjes, Hetty. Dag!